Dag dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale uitzending van Achter de Vuurkant. Mijn gast is afgestudeerd als bioloog en kort nadien promoveerde hij als dokter in de wis- en natuurkunde. Hij bekleedde diverse functies in de onderwijswereld en diende als burgemeester, dijkgraaf, bestuurder de publieke zaak. Het zit er bijna op. Nog een paar weekjes en dan gaat hij afscheid nemen als burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul. En hij is ook kamerheer. Kamerheer van de Koning. En hij heeft echt directe lijnen naar het Koninklijk Huis. Welkom, burgemeester Schrijen. Fijn dat u in mijn programma bent gekomen. Ja. Hoe voelt dat nu om het naderend afscheid zo nabij te zien? Ja, eigenlijk weet je dat die dag eraan komt. Dan is het een beetje spannend hoe dat uiteindelijk thuis verloopt als we hele dagen thuis zijn. Hoezo? Hoe thuis? Ja, thuis. Daar woont Marlies en die heeft heel lang het Rijk alleen gehad thuis. En dat gaan we oppakken. Ik moet zeggen, de laatste 9 maanden, het laatste jaar met zeg maar het coronavirus. Mm-hmm. Zij heeft toch al meer betekend dat je veel meer thuis bent. Ja. Helaas. Jammer, je mist dan ook een hele hoop gewoon de contacten met gewoon mensen. Maar het heeft ons wel geholpen alvast wat te wennen daaraan, ja. Omdat we meer thuis zijn geweest. Ja. Gaat u het werk missen, denkt u? Ja, ik ga vooral missen mensen, denk ik. Mm-hmm. En dan niet speciaal mensen, maar gewoon de mensen waarmee je elke dag werkt. Dat je medewerkers zijn op gemeentehuis of dat de politieke mensen zijn, de wethouders, de leden van de gemeenteraad, of dat mensen in de stad Valkenburg aan de Geul zijn, dat ga je, dat mis je natuurlijk, want dat is een van de mooie zaken van zo'n functie is toch dat je met heel veel en ook heel veel verschillende mensen mag praten, functioneel, maar ook van mens tot mens. Ja. Als klein manneke. En dan is het gedacht zo van, dat wil ik later worden. En, ja, absoluut. Ja, en was dat burgemeester of toch iets anders? Nou, dat was, mijn vader zat ook in de politiek in Sittard. Die was daar, is daar heel lang wethouder geweest. En bij ons over de vloer, ik weet nog toen ik mijn communie deed, toen kwam aan de burgemeester met een doos chocola. Toen kwam een gedeputeerde met een doos, dat was geen chocola, maar iets anders. Ik weet het niet meer. Enfin, daar leefde je wat in. Dat je dacht, goh, dat is wel mooi. Mm-hmm. Maar dan was dat toch ook vanuit betrokkenheid bij de publieke zaak, zullen we maar zeggen. Ja. Eigenlijk als klein kind al. Ja. Dus je komt uit een gezin waarin de politiek, besturen, openbare zaak al erg leefde? Ja, absoluut. Mijn vader die had 2 banen, kun je zeggen. Vroeger, het wethouderschap in Sittard was niet fulltime. Mm-hmm. Dus die werkte ook nog bij toen het SBB, het stikstofbindingsbedrijf, zeg maar. De staatsmijnen, maar dan de meer al de ontwikkeling naar de chemische tak. Daar waren twee, die was dus heel weinig thuis. Die was er alleen, wat wij dan zeiden, als dat nodig was. Maar dan was hij er ook. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat is altijd. En mijn moeder runde een gezin van 9 kinderen. Dat is best veel als je dat in deze tijd plaatst. Ja. En dan denk je nou. En dat wisten we toen ook al. Want moeder was er 's morgens vroeg om 6 uur met de eerste opstaan en die ging 's avonds om 10 uur naar bed met een van de laatste. En dat is haar hele leven geweest. Ja. 9 kinderen, hoe moet ik daarin plaatsen? Ja, het jongste, hè? De jongste. Nou, dat is wel wend geworden. Ik zeg altijd dat je door 10 wordt opgevoed, door je vader en moeder. Maar af en toe krijg je ook een klap van die oudere broers. Wij hadden in de samenstelling was 7 jongens. En 2 meisjes. En dat betekent wel af en toe dat je incasseringsvermogen natuurlijk ook getraind wordt daardoor. Ik hoorde u zeggen, ergens Sittard. Bent u daar geboren? Is dat, Ja, ik ben Broek Sittard, om het nog preciezer te duiden. Dat was voor de oorlog een eigen gemeente. En die is in de oorlog eigenlijk gefuseerd met Sittard. En mijn vader was daar al wethouder, in Broek Sittard. Ja. En die is na de oorlog eigenlijk in de noodraad terechtgekomen. Iets wat de Engelsen, de bevrijders, instelden. Direct na de oorlog, denk ik. Direct na de oorlog. En toen werd hij eigenlijk wethouder vanuit die noodraad voor
de grote gemeente. Dat was voor een jongen van het dorp, was dat natuurlijk ja, een droom. En hij zei altijd, in Broek Sittard zetten ze dan de mei op. En dat betekende een vat bier en feest op de wei. Hè? Als u zo terugkijkt op uw prille jeugd, hoe zou u die willen karakteriseren? Ja, dat, door dat grote gezin was er altijd wel in huis, ja, zeg maar, reuring. Hè? Er gebeurde altijd wat. Het verschil met mijn oudste broer is 13 jaar, dus daar zitten eigenlijk elk jaar, elke anderhalf jaar kwam er een kindje bij, om het zo maar te zeggen. En dat betekende ook dat je, ja, dat merkte je. Er was altijd van alles te doen en ik trok me natuurlijk ook op aan die zusje dat net boven mij was en de broer daarboven. Daar kon ik ook al huiswerk mee maken vroeger. Dan, maar het was ook iets van hecht en ja, je had ook je spelletjes. Dat is toch totaal anders dan nu. We hadden geen computers. Wij zaten gewoon thuis. Die tv is ook veel later gekomen. Dat, in de jaren 50 hadden we nog geen tv. Dus je zat thuis te kaarten of mens-eieren niet, of eigenlijk die oudbollige dingetjes, maar dat was wel een band, dat was wel warmte en ja, met elkaar en dat is nog steeds. Als wij hebben nog steeds die broers en zussen. Een familieband. Ja, dat we vieren de verjaardag, ja, de afgelopen jaar natuurlijk vanwege corona niet, maar eigenlijk is bij ons het gebruik van als je jarig bent, mogen ze allemaal komen die dag. Het liefst op een tijdstip dat je hebt afgesproken, maar iedereen is welkom. En dat gaat ook zo steeds. Dan zie je elkaar. En doordat je met zoveel bent, zie je elkaar dus ook met enige regelmaat. Je gaat vanuit dat veilige gezin, ga je toch denk ik studeren. Zit dat gaan studeren? Nee, wat ik. Ja, je zit op de vroeger heette dat de lagere school. De lagere Ik was misdienaar en ik dacht, en ik kende Rolduc, want er zat een heerom van mij, een priesterleraar op Rolduc was een heerom. En daar gingen we één keer in het jaar met het hele gezin naartoe, met een Volkswagenbusje, ook werd iedereen erin gezet en dan gingen we daarheen. En ja, dat vond ik toen ik 12 was wel zo interessant dat ik daarvoor gekozen heb om intern naar Rolduc te gaan. Dat was toen een klein seminarie, dus je ging ook nog met de gedachte dat je priester zou worden. Maar daar heeft nooit druk op gezeten. Ik zou zeggen, mijn vader toen die het koffer neerzette bij de eerste tocht naar Rolduc, toen zei hij jong de hoofdsnijdpater te werden. Oh, en klaar, en dacht, maar hele wanneer, korte boodschappen. Maar wanneer kreeg ik dat telefoontje van niet doen? Ja, ik denk 15, hè? Dan komen de hormonen, zeg ik. Wat zegt u? Dan komen de hormonen. Oh. Dan zit je weer in de biologie. Hè? Dus dat was wel een reden om te zeggen van... Ja, nou, daar zat dus geen druk op. En het was ook na het Tweede Vaticaans Concilie, die kerk veranderde ook. Ja. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat van de mijn klas, eigenlijk van al die internen, is er nog één of twee op Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen terechtkomen en de anderen allemaal niet meer. Is je daar een beetje begonnen met tekort aan priesters, is dat daar een beetje naar geboren? Doordat Jan Schrijen daar nou, zei van we gaan het toch niet doen? Nee, wat je toen wel al zag was dat die grote klasse in Roermond op het grote seminarie, dat bestond al niet meer. Dat ging heel langzaam achteruit. En, U bent naar Rolduc, heeft u het gymnasium gedaan, dacht ik. Hè? U bent de universiteit gaan doen. Ja. Biologie? Ja. Dat leek me wel iets. Ik heb dat toen opgeschreven. Ik ben in Nijmegen gaan studeren. En eigenlijk was ik geïnteresseerd waar planten en dieren overeenkomst hebben. En dat is het cellulaire niveau. Ja, maar waar komt die belangstelling vandaan? Ja. Ik had belangstelling voor politiek en voor toch de wonderen der natuur. Mag ik het zo uitdrukken dat je toch verbaasde hoe over... Kijk, je had Darwin, evolutietheorie, daar had je over geleerd. Toen wisten we nog niks van de Big Bang waar we nu zijn. Ja. Hè, dat we de eerste twee seconden van het leven kunnen we niet duiden op deze aardbol. Maar de rest denken we dat we wel weten. Maar dat heeft me altijd gefascineerd, die veelvormigheid in het leven. En dan dat een gistcel eigenlijk
eenzelfde soort principe heeft als een cel in ons lichaam. Ja. Als je kijkt naar dat cellulaire niveau. Toch, u bent afgestudeerd als bioloog. Ik geloof dat ik in mijn inleiding ook gezegd heb dat u zelfs tot dokter gepromoveerd bent in de wiskunde en natuurkunde. U bent een wijze, een wetenschapper. Ja. Die uiteindelijk kiest naar het onderwijs in te gaan. Nou, ik ben een wetenschapper. Dat wil zeggen dat in onze tijd zoiets 10% van degene die afstudeerde, die kon, als het ware, die, dat heette promovendus. Ja. Dan ging je voor het schrijven van een proefschrift, kreeg je 4 jaar een aanstelling als wetenschappelijk medewerker. En dat deed je eigenlijk, in mijn geval was dat gewoon daar waar ik het hoofdvak gedaan had. Zei die hoogleraar van, goh, Jan, kun jij straks, ben je afgestudeerd, heb je interesse om dan hier te komen werken? En dat vond je eigenlijk een vervolg op de studie. Dat was ook, je was 23, 24 en je ging 4 jaar hard aan het werk met een eiwit praten, om het zo maar te zeggen. Op een gegeven moment maakt u toch de keuze. U bent al een aantal jaren actief in die onderwijswereld en diverse functies, maar u gaat uiteindelijk de richting op van het besturen van de publieke zaken. Maar dat was al toen ik ook aan het studeren en aan het promoveren was, ben ik altijd 1-2 avonden in de week met lokale politiek bezig geweest, zullen we maar zeggen. En dat virus, waar kwam dat vandaan? Dat kwam ook van huis uit. Ja. Altijd al. Mm-hmm. Want eerlijk gezegd, ik wilde politicologie gaan studeren. Mm-hmm. En ik weet dat mijn vader toen zei, jong, dat mag ze van mij, maar ik betaal het niet. Oh. Dus dat is heel hard. Maar wat, daar had hij een redenering bij. Hij zei, ook als je de politiek ingaat, je moet onafhankelijk zijn. Je moet altijd een alternatief hebben. Want anders ben je te veel gebonden en politiek is ook onzeker. Ja, en zo is het ook gegaan. Eigenlijk denk ik nog steeds dat dat heel goed is geweest dat ik het zo gedaan heb. Ja, ik kwam toch al vrij jong, was u wethouder hè? In Beek. Ja. Hoe kwam u in Beek terecht eigenlijk? Laat maar zeggen, ik was gepromoveerd biochemicus. Daar waren er op het moment dat ik promoveerde 81 van op de markt. Het was een tijd van harde bezuinigingen, begin 80er jaren. Vervolgens, de rente stond toen 12%. Mensen kunnen zich dat nu niet voorstellen met die negatieve rentes. 12%, als je een huis wilde kopen, dan kon je door die hoge rente, eigenlijk had je daar het salaris niet voor. En dus gingen we op zoek naar een huurhuis. En ik verhuisde. Nee, moet ik zo zeggen. Ik kon geen baan als biochemicus krijgen. Want al die 80 mensen solliciteerden bij Organon, bij Unilever, bij de Shell. Want dat waren de plekken. Ik had ook nog, naast mijn werk als wetenschapper, had ik ook al veel in de organisatie gezeten. Het was de democratisering van de universiteiten. Ja. En je kreeg vakgroepen en in die vakgroepen zaten nog leraren, maar er zaten ook studenten, daar zaten. En ik zat als vertegenwoordiger van de promovendi, dat waren er bij die afdeling biochemie een stuk of 20, zat ik in het vakgroepstaf. Dus daar zat ik eigenlijk in het bestuur van de vakgroep. Zo heb ik ook een aantal coördinerende taken gedaan. En dus ben ik in de buurt van de universiteit gaan solliciteren, ook op wat ik noemde op het avondcurriculum. En toen ben ik in Maastricht terechtgekomen als medewerker wetenschapsbeleid. Ja. En dan ga je van Nijmegen naar Maastricht vooruit, je hebt dan al een gezinnetje. En toen was het uiteindelijk zo dat we zijn kijken waar kunnen we een huis huren. En toen konden we in Maastricht in die nieuwe uitbreidingswijk gaan wonen. En dat stuitte thuis toch niet op veel enthousiasme. En toen kwamen we uiteindelijk in Beek terecht. Ja. U vertelt dat er tussendoor dat u ook een gezinnetje bent gaan stichten. Maar waar bent u uw liefde tegengekomen? Haha, dat was eigenlijk een van de beste vrienden op Rolduc. Mm-hmm. Kwam uit Jaarbeek. Dat was de zoon van het hoofd der school. Mm-hmm. En zoals dat vroeger was in die dorp, had je pastoor, de burgemeester en het hoofd der school. Naast de notaris was dat die er ook nog bij. Mm-hmm. En Marlies was de dochter van de burgemeester. Dus op feestjes van die vriend kwam ook de dochter van de burgemeester. En daar is niet zozeer dat we toen al, toen we 16, 17 waren, wisten dat we later bij elkaar zouden komen. Maar in de
Nijmeegse tijd was dat wel zo dat we 2 jaar lang elkaar één keer in de week ook zagen. Ja. En dan ontstaat dat en dan is dat uiteindelijk zo. Hè. Ik ga een stap met u maken, toch naar het publieke domein toe, waarin u dus burgemeester gedeputeerde bent geweest van de provincie. U hebt tot de dag van vandaag eigenlijk constant in de belangstelling gestaan als bestuurder, als politicus, maar veel meer denk ik nog als bestuurder. Hoe heeft u dat ervaren om constant gemonitord te worden? Eigenlijk toch een beetje in een porseleinen huis te moeten leven? Ja, dat moet je niet erg vinden. Heb ik er nou veel moeite mee gehad? Nee. Het enige wat wel speelde was, dat weet ik in mijn Venlo'se tijd, dat ik wel eens zei, als ik de voordeur uit ga, heb ik altijd een stropdas om. En zodra ik thuis kom, ging die af. En liep ik in de korte broek, maar aan de voorkant van thuis heb ik nooit een korte broek gehad. En dat was wel eens vervelend, omdat je wel eens 2-3 keer op een dag in het weekend, zaterdag of zondag, eruit moest, omdat er ergens een vereniging wat had, of omdat er een jubilaris was, of een echtpaar dat, en dan moest je pak aan, pak uit, dat was... Begrijp ik dat de burgemeester Schreier toch iemand anders is als de vader die in zijn gezin... Nee, nauwelijks. Je kunt niet, ik ben ook als burgemeester een beetje mezelf. Mm-hmm. Ik denk niet dat er veel verschillen zijn. Je hebt nooit een jas moeten aandoen, zeg van nou nu... Nee, eigenlijk past me zo'n functie, past me gewoon, maar... Dat heeft ook in mijn hele leven, in Rolduc was ik al klassevoorzitter, heette dat. Ja. Maar wat is het kenmerkende van u als mens dan, wat jou nou zo goed past in die functie? Ik denk dat ik een talent heb, dat heb ik ook van huis uit meegekregen, dat ik op alle niveaus met mensen gewoon kan praten. Zonder dat ik, laat ik maar zeggen, op de een of andere manier zit er iets natuurlijks in dat ik, ik kan met hooggeplaatste dames en heren praten en ik kan net zo goed met gewoon mensen die met hard werken en vuile handen hun brood moeten verdienen, kan ik ook goed praten. En daar zit iets in van, dat vind ik ook leuk. En ik vind met name proberen de wereld beter te maken, want dat is toch vanuit idealen dat je zoiets doet. Zeker als je in die politiek gaat, dat je denkt, we gaan toch een stukje de wereld verbeteren. Wat wil u beter maken in deze wereld? Toch, dan kom je op hele ouderwetse woorden uit. Dat is toch solidariteit. Mm-hmm. Mensen zorgen voor elkaar. In deze tijd speelt dat weer allemaal. Mm-hmm. Letten op elkaar. En toch de vrijheid geven aan mensen. Van de andere kant proberen toch altijd, wat hebben we samen nodig om ieder zijn maximale vrijheid te geven? En dan kom je aan de regelkant terecht. En dan gaat het over rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, zorgvuldigheid. Dat boog je. Ja, als we dan heel klein maken. Rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid in uw gezin. Met uw eigen kinderen. Ja, speelt dat ook natuurlijk. Ja. Kijk, het zijn wel je kinderen. Ja. Maar je voelt je altijd verantwoordelijkheid voor. We hebben nu kleinkinderen. Ja. Heb ik ontdekt dat dat gewoon doorgaat, die bloedlijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat je voor je kleinkinderen je ook verantwoordelijk voelt. Maar daar zit die verantwoordelijkheidsgevoel. En daar zit dat ook naar elkaar uitspreken af en toe. Ja. Dat je dat vindt. En dat vindt ze ook tegen mij wel eens. Mm-hmm. Word je wel eens boos? Ja, dat kan ik heel goed. Laten we het thuis houden. Hoe doet hij dat boos worden? Wat gebeurt er dan? Nou, dan begin ik. Dan is er iets van een moment. Dan begin je echt te schelden. Hè? Ja. Dus dan gaat ook een andere vocabulaire. Maar dat gebeurt gelukkig maar 2 keer per jaar. 1 keer op het werk en 1 keer thuis. Maar herkent hij dat van jezelf? Ja. Ja. Dan ben ik heel vervelend. Ja? Vind ik zelf. Voor jezelf ook? Altijd spijt van, hè. Mm-hmm. Binnen 5 minuten heb je daar spijt van. Hoe gaat die om met spijt hebben? Ja, dat zeggen. Ja? Maar dan kan die andere partij, kan nooit zo snel. Ja. Ik weet dat Marlies wel eens zei over als we met de kinderen, want vaak gingen die spanning over de kinderen, hè. Zoals bij elk gezin, denk ik. En dat ze wel eens zei, jij en de zoon, jullie gaan met elkaar eventjes zo pats. En dan 5 minuten later zit hij weer fijn met elkaar gewoon te praten. En ik
heb daar een paar uur voor nodig voordat ik dat weer kwijt ben. Dus dat, ja, dat zit er wel eens in. Maar het is niet vaak. En het is, naarmate je ouder wordt, al helemaal niet meer vaak. Burgemeester, ik heb u gevraagd om eens na te denken over een kleinood. Iets wat voor u een bijzondere betekenis heeft in uw leven. En misschien heeft u daar wel iets meegebracht. Ik hoop in mensen dat dat gelukt is. Ja, ik heb iets meegebracht. Het is wat groter uitgevallen dan dat je een kleinood zou zeggen. Dit is eigenlijk een... Een prent. Ik heb een paar van die prenten waar ik gewerkt heb ik prent. En deze heb ik 12 jaar geleden of zo gekregen. En dan zie je eigenlijk Zuid-Limburg. Mm-hmm. En centraal in Zuid-Limburg staat de heerlijkheid Valkenburg. Ja, daar staat die. En die bestaat eigenlijk heel Zuid-Limburg. En omdat ik altijd die verbinding met thuis, met je provincie, daar waar je vandaan komt, altijd gevoeld heb. Dat Limburgse vind ik van belang. Hier zie je iets samenkomen. Het ging over Overmaas. Nou, dat waterschap waar ik gewerkt heb, was waterschap Roer en Overmaas. Mm-hmm. En dit zijn de landen van Overmaas. En in die hoedanigheid heb ik dat toen gekregen, 12 jaar geleden, van een gedeputeerde. Toen dacht ik, daar komt eigenlijk alles in samen. En het is net alsof het een soort voorbode is geweest. Want toen ik bij dat waterschap zat, zaten we hier in Valkenburg te werken aan die geulkades. Ja. Ben ik een aantal keren hier geweest. Ik weet dat burgemeester Nuitens, ik was nog geen 3 maanden voorzitter van het waterschap, kwam Nuitens en die zei, je moet daar wel iets aan doen. Toen was net de molentak, was een soort eerste probeersel gedaan. Maar hij vond, die echte kades, die moeten, een groot project. Zijn we samen naar het provinciehuis gegaan en samen gebedeld bij alle gedeputeerden. Die hebben allemaal een duit in het zakje gedaan. De een vanuit toerisme, de ander vanuit waterbeheer, weer een ander vanuit economie. Enfin, toen haalden we daar het geld op samen. Want het waterschap zei, wij doen alleen betonnen muren. Mm-hmm. Maar als dat mergel moet zijn, dat wordt ons te duur. En dat hebben we daarna, is Nuitens opgevolgd door Martin Hurlings. En toen is dat eigenlijk ook volgens mij een van de aanjagers geweest om dat centrumplan en eigenlijk Valkenburg een revival te geven, zou je kunnen zeggen. U bent eigenlijk meer de oerheber van de heerlijkheid Valkenburg? Nee, dat zijn de mensen hier. Maar wat ik wil zeggen is, het is net alsof het samenkomt. En bij dat waterschap zat natuurlijk ook weer iets van biologie, want het gaat over kwaliteit van water, het gaat over kwantiteit van water. En toen dacht ik, toen u die vraag stelde, neem een kleinood mee, toen dacht ik, hier, dat vind ik wel symbolisch, omdat er en Limburg en Broek Sittard en Sittard, dat valt er net buiten. Ik zie wel dat Valkenburg daar een stuk groter is dan dat het nu is. Is dat misschien ook een signaal van dat Valkenburg wat groter moet? Ik heb dit gekregen, toen hebben we project gehad, dat heette Branding Zuid-Limburg. Ja. Dat was dat verhaal van je zou er maar wonen. Ja. Peter Elverding, de oude voorzitterraad van bestuur DSM, Weilen, daar zat Camille Oostwegel in en daar zat ik in om die overheden en het bedrijfsleven en zowel het grote bedrijfsleven als zeg maar de middenklasse, bedrijfsleven, de middenstand, de toeristische sector, om die allemaal te mobiliseren. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja. En dat is zo jammer dat het niet lukt, zeg ik, op bepaalde terreinen om Zuid-Limburg als een eenheid naar buiten te brengen. Er zijn nu opnieuw pogingen en ik hoop van ganser harte dat het een keer lukt. Ja. Want samen zijn we met 600.000 en als je dat hebt kun je ook in concurrentie met Rotterdam. Ja. U hebt het net over die geulkades en over de geul. Nou heb ik een bootje gekocht en dat mag u 1 dag van mij lenen. 24 uur mag u daar over de geul varen, moeten we dan zeggen. Maar u mag iemand meenemen. Mag ik misschien dat we het even kunnen doorgeven? Ja? Zo kan hij ook. Zo. Dan mag u iemand meenemen. Dus alles zit op dat bootje om 24 uur in een goede omgeving, een fijne sfeer, over de geul te kunnen paddelen. Wie gaat u meenemen? Nou ga ik u wel eens even iets zeggen, want ik heb een keer in een bootje in de geul gezeten. Oh. Vlak voordat we met die kades begonnen. Ja. En toen is er een soort opname gemaakt dat ik meen aan Constant Nuitens en ik in zo'n bootje. Nou wie ga je meenemen?
daar heb ik lang over nagedacht. Maar dan is er eigenlijk maar één waar ik echt mee in de boot stap. Dat is mijn eigen vrouw. Daar zit ik al mee in de boot. Maar die verdient dat ook. Ja? En die krijgt die een keer een compleet verzorgde dagreis van mij in een boot. Waar ze al 25 jaar met mij in een huwelijksboot zit. Nou. En ja, en voor de rest heb ik heel veel bekenden. Heel veel mensen waarmee ik dat ook zou kunnen doen. Maar als je het zegt, als je het klein maakt, ja, zit daar degene waar ik... Ik nodig u van harte uit om dat te doen met uw vrouw. Nog even terug. Als burgemeester komt u heel veel zaken tegen. Fijne, feestelijke. Maar je maakt ook zaken mee, denk ik, die u raken, die u pijn doen, die u emotioneren, denk ik. Hoe bent u daarmee omgegaan? Ja, dan heb je eigenlijk ook een stukje verantwoordelijkheid. Ik heb in Venlo meegemaakt dat er zinloos geweld, waarbij een jonge man uiteindelijk overlijdt. Is triest. In Valkenburg is ook zoiets geweest dat jonge lui en een oude man. En dan zit je ook weer met zo'nzelfde aspect en dat grijpt diep in, omdat je, daar zit iets onrechtvaardigs. En die mensen die dat treft, die hebben dat niet bedoeld. Nee. Daders niet en ook, niet. Of daders, ik weet niet of je het zo mag noemen, degene die daarbij betrokken zijn, hebben er allemaal een verschrikkelijk rot gevoel aan overgehouden. En wat je dan als burgemeester doet, is dan heb je, dan moet je ook de leider zijn om er samen uit te komen. En dat, dan ga je... uiteindelijk ook, als je dat van nature kunt, maakt het dat weer makkelijk. Maar je moet jezelf zijn. Maar dan ben je ook inderdaad geëmotioneerd. Nam u dat wel eens mee naar huis? Dat u dat... Sliep je wel slecht? Ja, in het algemeen heb ik altijd goed kunnen slapen, maar bij dit soort dingen dat raakt. Mm-hmm. Dat kan ook niet anders, want je komt dan uit situaties die heel spannend zijn, zal ik zeggen. Dan kom je thuis. Dan, moet je afschakelen en dan maalt dat gewoon. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dan herhaal je nog eens dingen. Ik kan dat ook wel eens na een raadsvergadering hebben. Dat je denkt, goh, daar had zus of daar had zo. En gisteren hebben we raadsvergadering en Marlies zei, je was aan het praten in je slaap. Oh, kijk je dus waarschijnlijk heb ik toen grappen gemaakt die ik in de vergadering niet durfde. Ja. Wij zijn begonnen van, wat gaat dat betekenen voor u in het pensioen? Ik zei van, ik heb al wat geoefend thuis met mijn vrouw, dat het een beetje gewend. Uw kleinkinderen, gaan die er ook meer van merken dat opa wat meer thuis is? Ja, ik denk dat ik dan toch de tijd heb om wat vaker op bezoek te gaan, om het zo te zeggen. Mijn dochter woont in Vught, die heeft een jongen en een meisje. En mijn zoon woont in Roermond, die heeft 3 dochters. Nog kleintjes, die zijn kleiner. Nu kom je daar eigenlijk maar 1 keer in de 3-4 weken. En nu met corona is het heel erg. Maar ook daarvoor, mijn vrouw ziet ze elke week, zal ik maar zeggen. Wat bent u voor een opa? Ja, die oudste die is al 11. Die zegt dan, opa, ik zit niet op school. Zo'n opa ben ik. Ik wil ze dus nog wat leren. Ja. Of corrigeren, of hoe je dat noemt. Of stimuleren. Ja. Maar die oudste die zegt dan, het is goed geweest. Ja. Wij moeten gaan afsluiten, burgemeester. Misschien dat u nog even in de Kamer iets wilt zeggen tegen de mensen van Valkenburg. Nou, ik heb het voorrecht gehad om in Valkenburg toch 4 jaar... burgemeester te mogen zijn, 4 jaar die gemeente ook steeds meer leren kennen, mensen leren kennen. En wat me opvalt is dat we Valkenburg 16.000 inwoners, maar eigenlijk zijn het 4-5 kernen en zijn we allemaal op een schaal dat we elkaar nog kennen. En doordat we elkaar kennen kunnen we ook goed op elkaar letten, kunnen we goed voor elkaar zorgen. Hebben we die onderlinge solidariteit. En ik heb dat ook gezien. En dat heb ik steeds gewaardeerd in mensen. Dat wij dat hier kunnen. We hebben een schaal waarop we heel veel voor elkaar, voor iedereen kunnen betekenen. En dan wil je dat verbinden in het grote geheel. En dan hoop ik ook dat mensen af en toe gewoon trots zijn op waar we wonen, wat we doen.
en wat we zijn. Ja, dat is mooi. Burgemeester, ik dank u heel hartelijk dat u hier in mijn programma wilde komen. Ik vond het heel fijn en ik wens u alle goeds voor de toekomst. Het Gij de Groot. Dank u wel.